Hoe begon het rampjaar? Wat is hier in het Rijksmuseum te vinden van onze lokale waterliniegeschiedenis? Wat heeft mevrouw Stolk met de Oude Hondse Waterlinie? En hoe vieren wij in 2022 het 350-jarig jubileum van de Oude Hondse Waterlinie? U hoort het allemaal in het Waterliniejournaal. Welkom bij het Waterliniejournaal. De komende tijd vertel ik u wat er tijdens het rampjaar gebeurde in onze omgeving rond de Oude Hondse Waterlinie. Voor Woerden was 1672 een bezettingsjaar en nieuwe bruggen en bodegraven waren tijdelijk het middelpunt van de Oude Hondse Waterlinie. Deze eerste aflevering zoomen we uit naar het begin van het rampjaar. Onze kleine, maar zeer rijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd aangevallen door Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen. Maar waarom? Toen de Franse koning Lodewijk XIV de Spaanse Nederlanden, het huidige België, wilde veroveren, werd hij tegengehouden door Engeland, Zweden en de Republiek. Raadspensionaris Johan de Witt wilde niet dat het machtige Frankrijk een gevaarlijke buurman zou worden. De Franse zonnekoning wilde wraak. Hij was gedwarsboomd door een klein landje zonder koning. Om de Republiek van verschillende kanten aan te vallen, had hij drie andere vorsten omgekocht. De koning van Engeland, die jaloers was op onze handel over zee, en de bisschoppen van Münster en Keulen, die hun gebied graag wilden uitbreiden. Op zee kon onze Michiel de Ruiter de Engelsen wel tegenhouden. We hadden de afgelopen jaren wel meer zeeslagen gewonnen. Maar niet op het land. De afgelopen 100 jaar had ons landleger niet in actie hoeven komen. Ook in Woerden was het duidelijk te zien. De stad had drie bolwerken en had een slecht onderhouden aardewal. En het kasteel was niet gefortificeerd. Er waren maar drie kanonnen. En in de officierskamer van de Leidse of Rietveldenpoort, die dit kunstwerk verbeeldt, lagen wapens die meer als museumstukken werden omschreven dan iets waar je de vijand mee buiten de poort kon halen. Woerden ging naar Amsterdam om kogels en kruid te halen, maar dat bleek heel erg moeilijk te zijn. Het was duidelijk, ons gezamenlijke staatse leger moest de stad beschermen. Maar aan de linies langs de Rijn en de drooggevallen IJssel was het niet veel beter. Na veel vergaderen in Den Haag was men te laat begonnen met het werven van soldaten in het buitenland. De beschikbare soldaten jaagden meer op kippen dan op vijanden. En officieren hadden hun rangen in vredestijd geregeld, zonder enige ervaring. En waren te jong of veel te oud. In onze omgeving werden de weerbare mannen van tussen de 18 en 60 jaar opgeroepen. Ieder van hen kreeg een piek of een musket. En voor het 61-koppige dorpslegertje hier uit Rietveld en de Bree werd speciaal in Utrecht een trommel en een vaandel gekocht. De bewapende mannen van rond Woerden vertrokken op een gegeven moment met 700 man richting Fort Hemert bij Heusden. En later ging een deel van hen ook richting Doesburg. Eenmaal aan het front zag men boeren weer terug naar huis lopen. Ze hadden geen zin meer om mee te graven aan de vestingwerken. En toen kwam de vijand. In het noorden vielen de twee bisschoppen onze republiek binnen en volgden het beleg van Groningen. Vestingsteden werden één voor één ingenomen of gaven zich over. In Doesburg werd er bij Woerdense meester pannenbakker Cornelis Pietersoon Ruiter gedood. De mannen waarover hij luitenant was werden krijgsgevangen genomen. De linie langs de Rijn viel, de linie langs de IJssel viel. Niets kon Lodewijk XIV nog stoppen, dacht hij. Omdat ons leger nu zo goed als verslagen was, liet hij de krijgsgevangenen vrij. Maar dat was iets te vroeg. Wij hadden een troef achter de hand. Onze polders. Door deze onder water te zetten, ontstond er een soort slotgracht om Holland heen. De Oude Hollandse Waterlinie. De volgende keer gaan we even 100 jaar terug, naar de 80-jarige oorlog. Het was namelijk niet de eerste keer dat er bij Woerden water werd gebruikt om de vijand tegen te houden. Het was ook niet de eerste keer dat daar schansen werden opgeworpen. Bij Nieuwebrug had bijvoorbeeld het Spaanse leger een schans geplaatst precies op de plaats waar tijdens het rampjaar twee schansen het hoofdkwartier van prins Willem III moesten verdedigen. Het Rijksmuseum in Amsterdam
is ongetwijfeld het bekendste museum van ons land. Vanuit de hele wereld komt men hier naartoe om vooral onze meesters uit de Gouden Eeuw te bewonderen. Maar ook voor onze plaatselijke waterliniegeschiedenis kun je in het Rijksmuseum terecht. In de vaste collectie is bijvoorbeeld een noodmunt te zien die tijdens de 80-jarige oorlog onder het Spaanse beleg in Woerden is geslagen. Nog veel meer over onze historie wordt bewaard in het depot. Zo liggen daar 4 unieke tekeningen die tijdens het rampjaar van 1672 in Bodegraven zijn gemaakt. 2 nog voordat de oorlog uitbrak in dat jaar en 2 getekend in het hoofdkwartier van prins Willem III van Oranje. Dit zijn de enige bekende afbeeldingen die hier in het hoofdkwartier zijn gemaakt. Een van de grootste Nederlandse veldslagen is in 1672 uitgevochten bij Woerden en staat bekend onder de naam de Slag bij Kruipin. 3 jaar later is een delsblauw bord gemaakt van de herberg Kruipin. De oranjegezinde eigenaar en zijn klanten worden hierop bij naam genoemd. Woerden is hierop de achtergrond afgebeeld. Hoe het kasteel van Woerden er toen uitzag, is te zien op een tekening en diverse gravures in het depot. En ook van Fort Wieringerschans zijn hier enkele unieke afbeeldingen te vinden. De gravures van de verwoesting van Bodegraven zijn misschien minder uniek, maar ook hiervan wordt een grote verzameling in collectie bewaard. Op de Woerdense munt na zijn de kunstwerken dus niet openbaar toegankelijk. Toch zijn ze goed te bekijken, gewoon thuis achter de computer. Ga naar de Rijksstudio op de website van het Rijksmuseum en kom zo heel dichtbij onze plaatselijke herinneringen aan het rampjaar 1672. Ik ben Margot Stolk. Ik ben sinds 1 juli directeur van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Toen ik bestuurder was bij de gemeente Woerden, en Woerden is natuurlijk een van de vestingsteden van de Oude Hollandse Waterlinie, werd ik secretaris van het bestuur van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Dat was in 2018. En toen ik bestuurder af was, werd mij gevraagd om te blijven zitten als bestuurder, dus op persoonlijke titel. Dat heb ik gedaan. En per 1 juli vertrok de huidige directeur en werd ik gevraagd om zijn plekje in te nemen. En ook dat heb ik gedaan. Ik heb voor het eerst kennis genomen van de Oude Hollandse Waterlinie toen ik bij de gemeente Vianen werkte. Alleen toen drong eigenlijk helemaal niet tot me door dat die waterlinie echt een waterlinie was en hoe groot die was en wat voor historisch belang erin zat. Ik zei toen zelfs van ja, we doen al mee met die nieuwe Hollandse Waterlinie, dus wat moet ik met die oude? Uiteindelijk, toen ik in Woerden zat, ben ik bekend geraakt met die Oude Hollandse Waterlinie, maar ook wat gaan verdiepen in de historie. En als het gebied, wat nu de Oude Hollandse Waterlinie heet, niet onder water was gezet, dan hadden die Fransen hun opmars gemaakt richting Holland en waren wij veroverd geweest en waren wij nu Fransen. En dat, je dat realiserend, betekent een hele markante plek in onze vaderlandse historie. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie is er om samen met anderen te kijken hoe we die Oude Hollandse Waterlinie echt op de kaart kunnen zetten. Want je merkt dat heel veel mensen niet weten dat de Oude Hollandse Waterlinie er is, hè? Tenminste, als mensen mij vragen wat doe je en ik vertel, dan zeggen ze, oh, dat met die forten. Nou, dat is de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Die bedoelen we dus niet. De Oude Hollandse Waterlinie is gewoon niet heel erg bekend, maar verschrikkelijk mooi om te beleven en te ervaren. En natuurlijk kennis te nemen van die historie. We zijn als Stichting Oude Hollandse Waterlinie momenteel bezig om onze positie en rol heel goed te verankeren bij alle partijen. En dat betekent dat wij niet zo heel veel eigen projecten meer gaan organiseren, maar dat we juist gaan proberen om mensen op één lijn te krijgen, zodat we samen kunnen optrekken naar 2022, want dat is ons jubileumjaar. En dat moeten we natuurlijk met elkaar hartstikke goed gaan vieren. Maar dan moet je wel met een heleboel partijen die bezig zijn, nou, samen eens kijken van wat je dan het meest mooie neer kunt zetten. Dus we hebben niet zo heel veel eigen projecten meer. Een project waar ik nog wel mee bezig ben, dat is de lange afstandswandeling. Die loopt van het Muiderslot tot en met slot Loevestein. En dat pad, dat is er al. Maar het is wel aan een opknapbeurt toe, dus daar zijn we nu ook aan het doen. En we proberen ook gelijk ons logo op de schildjes te krijgen. Dus niet meer de geel-rood-gele schildjes, maar schildjes met dit hele mooie logo. Dat zul je daar aantreffen. Dat wordt op dit moment gedaan door een bedrijfje die de hele route afgaat en al die schildjes aan het vervangen is. En tegelijkertijd willen we daar ook wat meer foto's aan toevoegen of plekken waar je kunt zien hoe het vroeger onder water heeft gestaan. Een paar steden krijgen er ook games bij en dan kun je, er zijn waterlinieommetjes en die games die kun je dan spelen. En dat gaan waarschijnlijk niet de lange afstandswandelaars doen, maar dat kunnen wel de vaders en moeders met de kinderen doen. Of de opa's en oma's uiteraard met kinderen. Dus eigenlijk maken we er voor iedereen wat wils van.
In 2022 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar en dat willen we graag groot vieren. Maar wat kan u dan eigenlijk verwachten? Nou, u kan denken aan exposities, boekpublicaties, maar ook een hele leuke festivals. Daar later natuurlijk nog meer over. Daarnaast wordt er momenteel heel hard gewerkt aan het optimaliseren van wandel-, fiets- en vaarroutes. Enkele kan u daarvan nu al gebruiken en andere zullen in 2022 klaar zijn voor gebruik. Deze kan u wandelen, fietsen of varen door middel van een boekje of door middel van een applicatie. Ook zullen er spelelementen ingebracht zijn voor de jeugd. En daarnaast zullen er ook gidsen zijn die u kunnen begeleiden hierbij. Er wordt een korte speelfilm wordt er ook gepubliceerd rond die periode. En daarnaast zal er nog veel meer komen. Heeft u daarnaast zelf een leuk idee? Laat het ons dan alsjeblieft weten. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zie u dan. Het onderzoek naar de Oude Hollandse Waterlinie heeft de laatste jaren al heel veel leuke verhalen opgeleverd. Die in 2022 zullen dienen als basis voor evenementen, publicaties en exposities en meer zaken. Die de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie echt tot leven brengen en bij de mensen bekend maken. Woerden heeft 650 jaar stad en gaat iets van de waterlinie ook laten zien. In Bodegraven komt in het Evertshuis een historische tentoonstelling over het hoofdkwartier. Er komt een historisch festival met soldaten die gaan schieten met musketten, kanonnen, paardrijden en er komt van alles op het water. En er komt een muziektheatervoorstelling die door de waterlinie gaat reizen. Ik heb zin in 2022 en ik hoop u daar ook weer te zien. Welkom bij Jobs Waterlinie Vlog. Ik vertel jullie elke maand wat er gaande is in het hart van de Oud-Hollandse Waterlinie. Er is in Reewijk een fietsroute geopend door Wouter van de Waterlinie. In deze audiotour kom je langs verschillende plekken die te maken hebben met het hoofdkwartier van Willem III uit 1672. Zoals hierachter Fort Wierikenschans, Prinsendijk en de Weipoortse Molen. Maar bijvoorbeeld ook de verdwenen schansen bij Nieuwerbrug en Driebrug. Iedere plaats heeft zijn eigen bijzondere verhaal. Binnenkort ook te beluisteren in het Engels of Duits voor de gasten van Landau Green Parks. Stichting Oude Hollandse Waterlinie verzorgde vier scholen in De Meijen, Bodegraven, Driebrugge en Mijnschoeier in Nieuwerbrug. Prachtige voorstelling waarin Wouter van de Waterlinie vertelde over zijn avonturen rondom het hoofdkwartier van Prins Willem III in 1672. Ik heb de voorstelling zelf ook gezien hier in deze school in Nieuwerbrug. Het was naar mijn mening een hele mooie voorstelling. Heb jij nou ook nog nieuws uit het hart van de Oud-Hollandse Waterlinie? Stuur hem op naar dit adres, dan zeg ik het in mijn volgende Waterlinievlog. Tot dan! We zijn aan het einde gekomen van het Waterliniejournaal. Waarom lag er 100 jaar eerder al een waterlinie bij Woerden? Wat is er hier in het Stadsmuseum van Woerden nog te vinden van die waterlinie? Wat heeft Els van den Burg met de Oude Hollandse Waterlinie? En hoe kunt u via een app afreizen naar de schansen van Nieuwerbrug uit 1672? Dat ziet u volgende keer allemaal in het Waterliniejournaal. Wil u meer weten over de Oude Hollandse Waterlinie, wat er nu nog te beleven valt, wat u in 2022 kunt doen tijdens het jubileumjaar? Ga naar onze website hoofdkwartier1672.nl, vraag onze nieuwsbrief aan of volg ons op Facebook. Ik zie u graag terug in onze waterlinie of in het volgende Waterliniejournaal.